Nee, dat is wel jammer. Dat, ja. hij, uh, dat hij niet doorgaat. Maar we gaan dus de, de Z-cam testen, dat is een uh, Chinees merk, China. China, het uh, topmerk. die uh, ja, start-up, um, maar die maar, die, die camera's, uh, ja, heel interessant. Ja, heel interessant. De prijs-kwaliteitverhouding is, uh, is heel goed. Ja, um, en ja, het zijn hele, ja, mogelijkheden zijn uh, eindeloos. Um, en de production value kunnen we daarmee ook zouden we ook mee omhoog. Uh... Ja, voor sommige projecten wel. Ja, wat we natuurlijk vaker doen is wij 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 kiezen ons wapen bij het project ja. wat we hebben, of dat nou een, een, een Red of een Sony of of een Z cam of een of een andere of een andere camera is. Dat is ook het toffe van onze. Ja, technologie staat niet stil, zeker niet op uh, camera gebied. Nee, het gaat hard. En weet je, ook daar krijg je dus steeds weer nieuwe, nieuwe aanbieders... wat je in heel veel productcategorieën hebt. Maar ook bijvoorbeeld, ik zag laatst een anamorphic lens. Dat liet jij mij zien. En dat is ook volgens mij van de Chinese makelij. Want alles komt tegenwoordig uit China. Ja. Um, maar wat was dat nou ook alweer? Want dat was een hele goedkope anamorphic lens. Ja. Bij mij gaat dan altijd vraagtekens uh, omhoog. Van ja, oké, okay, maar dan zal er wel een addertje onder het gras zitten. Wat... Nou, dit is een beetje... Het heeft een beetje te maken met uh, de nieuwe camera-revolutie. Dat is eigenlijk een onderwerp uh, waar ik het uh, in de uh, volgende toekomstige podcast... een keer uh, uitgebreider over wil hebben. Nou, wat, uh, ik zou zeggen, we hem gewoon naar voren. Doe maar vast een maar intro. Maar je hebt uh, natuurlijk had je... Nou, het zal het geweest zijn in 2010, iets eerder misschien... dat uh, de, de, de full-frame spiegelreflexcamera's eigenlijk een beetje... Videofuncties gingen implementeren ja. waardoor je uh, ineens als filmmaker een full frame sensor tot je beschikking had met superveel scherpte diepte um, en echt filmische plaatjes kon maken zonder dat je een cinemacamera van uh, tientallen duizenden euro's hoefde aan te schaffen um, en dat zette eigenlijk een soort van in die filmmaker revolutie startte dat wij hebben zelf ook met de 5D uh, geschoten heel lang geleden ja um, en zo ben ik ook begonnen ja. met de 7D, volgens mij nog zelfs. Met ja. de 7D ben ik begonnen met filmen, en uh, nou dat zet natuurlijk door. Dat heeft een hele lange tijd heeft dat, uh, gespeeld, en nu begint de Dan heb je eigenlijk de mirrorless, dus de systeemcamera's, zo'n kleine camera's, dus, uh, Sony A7. Uh, ja. Canon heeft nu de R5 uh, aangekondigd. Uh, recent, um, ja, dat eigenlijk, dat zijn eigenlijk zijn met een. Uh, Micro Four Third sensor of een Super 35 sensor of zelfs full frame sensors. Um, die super hoge resolutie schieten met hoge frame rates. En ja, eigenlijk gewoon bijna volwaardige cinema camera's zijn. Alleen als je daar ook cinema lenzen op gaat schroeven, dan is het een beetje uit verhouding en uit balans. Dus en vooral Anamorphics, dat zijn nou, bakken van lenzen. Um, dus um, om met die camera revolutie mee te gaan, zijn er ook Chinese merken of goedkopere merken die. Specifieke anamorfic lenzen maken voor systeemcameraatjes, kleinere camera's. Zodat het handzamer is, goedkoper en je toch die filmische anamorphic look. Ja. Uh, Leg even uit voor de niet-filmtechnische kijkers, wat een anamorphic lens is. Anamorph ja, en an anamorphic lens. Um, een, 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 over het algemeen is een uh, filmcamera sensor vierkant. Of meer vierkant dan uh, zeg maar een beetje vier bij drie aspect ratio. Um, maar we kijken allemaal op. Uh, screen. Ja. Dus als ja, 4, jij. 2009, 9 Precies, dus als jij je plaatje opneemt op een vierkante sensor, dan moet je altijd de boven- of het onder, onderste eraf knippen van je sensor. Dus dan gebruik je je sensor niet optimaal. Juist. En wat een anamorphic lens doet, is die. Um, ja, die, die squeeze eigenlijk je plaatje naar een vierkant. Dus als je het bekijkt op je monitor, dan zie je hele lange gezichten en dat ziet er heel gek uit. En dan um, in postproductie dus als je op de computer zet, kan je hem weer de squeezen waardoor je nou, die klassieke widescreen film look krijgt en je de hele sensor hebt gebruikt. Ja. Dus de beste kwaliteit en dat, dat geeft ook een hele aparte flair, ander gevoel. Flair, ja, flares achter. zijn ook een stuk, uh, want die komen ja. wel gewoon normaal binnen, maar omdat je ze de squeeze, worden ze heel langwerpig. En dat dat zie je heel veel uh, in Hollywood films en dergelijke. Is dat echt zo'n uh, ja. zo typische filmlook. Klopt, een heel toffe uh, tof look. Uh, we posten even een tof linkje van voorbeelden van, ja. uh, van anamorphic uh, uh, lenzen. In de die, in die uh, comment. Uh... In de, in de, in de, Jezus. In de, in de description. <laughs> in de description, Oké okay dan, het is, het is echt vrijdag. Vond je dit fragment interessant? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal voor nog veel meer.